Nou, dat is altijd een vraag wat is genoemd. Maar je moet, wat belangrijk is, dat je die grote processen... En nou, u noemde een naam die ik niet zal herhalen... maar dat je zaken tegen bepaalde mensen wel rondkrijgt... omdat de samenleving wel moet zien dat de overheid altijd de sterkste is. Dat openbaar ministerie en politie altijd in staat zijn... als ze de krachten bundelen, de middelen hebben, de bevoegdheden hebben... dan zijn ze gewoon in staat om dit aan te pakken. Ja. Die hebben altijd een langere adem dan de criminaliteit, uiteindelijk. De overheid? Dat denk ik wel. Want op dit moment, deze meneer wiens naam we dan niet zullen noemen... die loopt vrij rond, die geeft opdrachten. De kogels vliegen in buurthuizen en op straat in het Maar het is een kwestie van tijd. Daar is niks nieuws aan. Ik bedoel, vroeger bleek ook op het moment dat je bekend wordt... als grote jongen, laat ik het dan maar zeggen... is ook het begin van het einde tegelijkertijd. Dus de bekendheid van een grote jongen... betekent ook dat het einde nabij is. Maar als oud-crimefighter een stapje erbij van de overheid... zou u nooit nee tegen zeggen natuurlijk? Nou, een stapje erbij van de overheid, daar wordt veel aan gedaan. Maar ik denk dat de overheid nog... Ja, er zit nog een reorganisatie bij de politie die nog niet volledig is afgerond. Dat heeft zijn effecten. Als dat echt gewoon helemaal klaar is, de zaak is in rust... dan ben ik ervan overtuigd dat openbaar ministerie en politie... gewoon in staat zijn om dit aan te pakken.